het is mij gevraagd om wat te vertellen over robotica, over de robotisering waar we nu middenin zitten. Een vraag die wel vaker voorbij komt, van kan er iets verteld worden wat de stand van zaken nou is? We krijgen een heleboel dingen door via de media, maar daar is het toch vaak, hoe spectaculairder een uitspraak is, hoe spectaculairder een idee, hoe makkelijker het in het nieuws komt. Dus het is heel moeilijk voor mensen die daar niet direct in zitten om te bepalen, waar staan we nu echt? Wat kunnen we met robots, wat kunnen we in de nabije toekomst en wat is ook nog heel ver weg? We hadden het er net al even over de wet gevraagd, of kun je een keynote daarover houden. Nou, het meest interessante is natuurlijk altijd om de robots echt te zien. Dus de sprekers na mij, die zullen daar waarschijnlijk een veel leuker voorbeeld in hebben. Ik hoop wel toch een mooie introductie daarvoor te kunnen geven en om ook een paar leuke voorbeelden daarbij te kunnen laten zien. Gedurende mijn presentatie wil ik eigenlijk tot twee boodschappen meegeven. Robots zijn niet iets wat pas in de toekomst gaat komen. Ze zijn nu al in een heleboel sectoren actief, commercieel succesvol en dat wordt steeds groter. Dus het is echt een markt die aan het groeien is, maar die ook al aanwezig is. Dus de robots die zijn er al. De tweede conclusie die ik wil meegeven tijdens de presentatie is dat data wel eens de belangrijkste drijfveer kan worden voor de generatie robots die de komende paar jaren naar voren zal komen. We zijn nu nog heel erg bezig met hoe kunnen we het mechanisch werkzaam maken. Maar op een gegeven moment, als dat voor elkaar is, hoe ga je dan zo effectief mogelijk die robots inzetten? Nou, dan zal data daar een hele grote rol in spelen. Nou, wie ben ik dan om hier wat over te vertellen? Alex van Gelderop. Ik heb mijn studieachtergrond genoten bij de Universiteit Twente. Heb daar de Master Business Administration afgerond. Ik ben dus geen techneut, dus ik kan ook niet kunnen uitleggen hoe alles tot in detail werkt. Ik ben wel werkzaam geweest bij een aantal bedrijven waarbij ik op het snijvlak van technologie en de maatschappij zat. Met name de zorg. Momenteel ben ik werkzaam bij twee organisaties. Ik ben projectleider bij de Stichting Toekomstbeeld en Techniek. Zij doen toekomstverkenningen op het echt voor de lange termijn, 20, 30 tot 50 jaar. En kijken naar wat voor effecten kunnen er vanuit technologische ontwikkelingen komen. Daar heb ik gekeken naar de impact van technologische ontwikkelingen op de wereld van fraude en fraudebestrijding. Dus dat lag behoorlijk dicht binnen ook de informatiebeveiliging. En daarnaast ben ik projectcoördinator bij LEO Center for Service Robotics. En dat is natuurlijk de rol waarin ik hier voor u sta. Heel kort, LEO is een samenwerksverband tussen een aantal organisaties dat erop is gericht om de robotica in Oost-Nederland te versterken. Universiteit Twente staan een hele grote partner in natuurlijk, Saxion, maar ook een aantal regionale bedrijven. Rechts ziet u een aantal, is ondertussen alweer een verouderde lijst, maar wil je daar meer over weten, dan kunt u dat zien op onze website. Ga ik even door. Wat we eigenlijk willen doen, is zorgen dat die kennis van de universiteiten, van de bedrijven, dat die met elkaar kunnen interacteren, dat ze van elkaar kunnen profiteren en dat je zo komt tot een regio die echt op bepaalde punten binnen de robotica, bepaalde niches, heel sterk is en ook Europees gewoon mee kan draaien. Nou, daar ligt de potentie voor. Nou, ga ik wat vertellen over robotica. Dan dacht ik van, ik begin even met een filmpje van een robot die iets anders is dan waar je normaal aan denkt. Het probleem is alleen, die robot is net dus al door de dagvoorzitter even naar voren gekomen. Maar desalniettemin, ik zal hem even laten zien. Het gaat over de Robot van Clear Flight Solutions, een van onze leden. Nou, het werd net al gezegd, het is een start-up, bestaat een aantal jaren in Enschede. Hebben onlangs een investering van 1,6 miljoen euro binnengekregen. Dus dat gaat echt. Ze zijn nu bezig om de volgende stap te maken. Een heleboel commerciële toepassingen binnen inderdaad vliegvelden, maar ook binnen stort om volgens weg te jagen. Het is wel een iets ander filmpje gelukkig, dus ik laat hem toch even voorbij komen. Even om een idee te geven van wat is robotica nog meer, behalve de standaard ideeën die je erbij hebt. Een leuk verhaal, die is ooit binnengekomen bij de Universiteit Twente. Er was een man, die heeft hem gebouwd. Die heeft gewoon een apparaat gemaakt waarbij de vleugels konden klappen en die bleek te vliegen. Maar die man die had dus geen enkel idee waarom die eigenlijk kon vliegen. Nou, en dat is dus onderzocht en daaruit is deze spin-off eigenlijk helemaal ontstaan. Dus een compleet andere wereld. Nou, ik ga dus wat vertellen over robots. Hij heeft een hele lange geschiedenis van verhalen die erover gaan. De man die dit heeft geschreven, Leonardo da Vinci is de eerste die een ontwerp heeft gemaakt zelfs voor een humanoid robot, zo in de 16e, 15e eeuw.
Dat was de Leo's Knight, noemen ze dat. Het was een ontwerp voor een ridder die je met katrol en dergelijke kon bewegen. Hebben ze later nagemaakt en die blijkt ook gewoon te werken. Het is natuurlijk heel primitief, voor die tijd heel erg complex. Vandaar ook onze naam van Leo. Maar over het algemeen, als je het hebt over robots, dan worden er aan twee dingen gedacht. Aan de ene kant de killer robots, de Hollywood robots, dus de Terminators. Heel hoge kunstmatige intelligentie. Heel veelzijdig, kunnen alles wat een mens kan, vaak nog wel veel beter. En vaak ook natuurlijk een hele nare bijgedachte van, we zouden wel eens overgenomen kunnen worden. Aan de andere kant wordt vaak gedacht aan de industriële robots. Gewoon de robots die we van oudsher kennen, die al decennia lang aan de lopende band auto's staan te maken, onder andere. En die heel erg nauwkeurig zijn, heel erg betrouwbaar, heel snel, maar eigenlijk ook heel dom. Nou, en dat is een beetje de gedachte die we er nu bij hebben. Als je dan kijkt van hoe definieer je een robot, daar zijn een heleboel gedachten over. Het is niet één algemeen geaccepteerde definitie, dit is al een hele oude. Een automatically controlled, reprogrammable, multipurpose, manipulator, programmable in 3 or more axes. Nou, wat kun je ermee? Het is ook niet meer van toepassing op alle type robots die we hebben. Eentje waar het, maar destijds op de eerste industriële robots was dat wel het geval. Dus dit is de Unimate van 1961. Dat is de allereerste industriële robot, werd gebruikt, ik meen bij General Motors, om daar autodeuren in de auto te zetten. Maar tegenwoordig hebben we allerlei soorten robots. Dus hier even een plaatje met een aantal afbeeldingen. Je ziet een melkrobot van Lely. Lely is een Nederlands bedrijf. Zij zijn topspeler in de robotica, in de agrarische sector. Echt een wereldbedrijf. Linksonder ziet u een aantal collaborative robots, dat is een nieuwe generatie industriële robots. De stofzuiger, de Da Vinci robot die operaties kan uitvoeren met een chirurg. Maar ook bijvoorbeeld de auto van Google, een zorgrobot, een drone en de robot. Nou, Joseph Engelberger, dat is de man die de Unimate heeft bedacht, die heeft al eens gezegd van ik kan een robot niet definiëren, maar wanneer ik er een zie, dan weet ik dat het een robot is. Nou, en dat is op zich een hele makkelijke definitie. Het geeft je handvaten om gewoon mee te praten. Per geval kun je beoordelen van hebben we nou over een robot of niet. Dat betekent ook dat we nu steeds meer in een grijs gebied komen. Ik had er net nog een discussie over en dan komt er naar voren van ja, pinautomaten zijn eigenlijk ook een vorm van robots. Anderen zeggen vaatwassers, ja, is ook een vorm van een robot. Ja, over auto's en drones wordt ook nog wel eens gediscussieerd. Dus dan krijg je een behoorlijk grijs gebied. Drones vallen in mijn beleving onder robots. Maar je hebt ze natuurlijk wel in alle soorten en maten. Dit is ook in principe een drone. Moet je daar nog onderscheid in maken wanneer je het hierover hebt? Dit is natuurlijk vele malen complexer. De zelfrijdende auto's van Google zijn ook een vorm van hardware met een intelligentie erin. Die kunnen omgaan met ongestructureerde omgevingen. Ook weer in alle soorten en maten komen die voorbij. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de operatierobots. Dit is een Da Vinci robot, het is de bekendste, de duurste ook. En daarmee kunnen bepaalde operaties worden uitgevoerd. Dat gebeurt wel volledig door de chirurg. Dus het is een apparaat wat weliswaar trillingen kan neutraliseren. En wat ervoor zorgt dat als iemand enigszins uitschiet, dat er dan geen rare bewegingen worden gemaakt. Maar verder is het puur een master-slave systeem. De chirurg bepaalt en dat ding volgt. Dus ja, er zit geen eigen autonomie in. Toch wordt het wel gezien weer als een robot. Nou, als je het hebt over je weet wanneer je een robot ziet, hebben we natuurlijk ook nog de robots die steeds meer op mensen beginnen te lijken. Dat is Asimo een bekende, die allemaal trucjes kan. Maar er zijn ook robots en onderzoekers die kijken van ja, kun je nou steeds meer een robot op een mens laten lijken? Nou, even een voorbeeld daarvan. Dit is een Japans onderzoeker. Zijn naam ben ik even kwijt. En één van de twee is een robot. Om even heel kort aan te geven hoe dat op elkaar kan lijken. 私は石黒のアンドロイド、ゼミノイド HI-1 です。2006年に生まれました。この遠隔操作型アンドロイドを用いれば、私が自分で移動することなく、瞬時に遠隔。Die man die is laatste keer langs geweest in Nederland. Een beetje een vreemde kerel. Maar die heeft dus een evenbeeld van zichzelf gemaakt en ook van een vrouw, van een robot die daar exact op lijkt. En die ook een aantal bewegingen kan uitvoeren.
Nou, dat maakt het best lastig om het erover te hebben van wanneer hebben we nou over een robot, omdat er zoveel verschil in zit. Over het algemeen, als we het over een robot hebben, in mijn beleving in ieder geval, dan hebben we het over een stukje hardware. Dus hij kan bewegen. Hij heeft een aantal motoren erin. Er zitten een aantal sensoren erin om de omgeving op te nemen. Er zit een stukje software in, intelligentie. Hij kan ook wat met de data die hij opdoet en daar kan hij op reageren. En hij heeft de mogelijkheid om te interacteren met de omgeving. Dat betekent dus, we hebben het ook wel eens over soft robotics, dus software die bepaalde beslissingen kan nemen. Kun je inderdaad er ook wel onderscheiden, maar in mijn beleving is de robot echt wel de combinatie tussen hardware, software en die interactie met de omgeving. Daar gaan we ook uit. Vaak is het dus moeilijk om te bepalen of dat zo is, maar dan is het vaak makkelijk om te praten over robotica technologie die in bepaalde dingen zit. Ik zal ook ongetwijfeld tijdens mijn presentatie die twee begrippen wel eens door elkaar halen. Even kort over de markt van de robotica. Wat zien we nou? Alle voorspellingen zeggen eigenlijk dat dat heel erg gaat groeien. Als we hier kijken. De wereldwijde vraag naar robots, u ziet het rechtsbovenin, de verwachting is dat dat in de jaren 2016 tot en met 2021, dat staat daar dan niet helemaal, ja, maar tot en met 2021 met meer dan 10% per jaar zal gaan groeien. En het merendeel van die groei zit in de service robotica. Die industriële markt die gaat wel door blijven groeien, die is al behoorlijk volwassen, want die bestaat al meer dan 50 jaar, maar het merendeel van die groei, verwachting is dat het 20% per jaar zal zijn, zit in service robotica. En service robotica is een heel breed begrip. Kunt u even voor het gemak zien als alle andere robotica, behalve die industriële robots. Betekent dat daar heel veel perspectieven in zitten. Nou, hier ziet u het ook, van de Japanse robotassociatie. De grootste groei die erin zit, is bij die service robotica. En het is een markt waar echt exponentiële groei in zit. Nou, en als je dan kijkt binnen die service robotica, dan zie je dat de bestaande producten, dat blijft wel doorgroeien, maar de echte groei die moet vanuit nieuwe producten gaan komen. Nou, en die verwachtingen die zijn er ook. Dus daar zit een heleboel nieuwe apparaten aan te komen, waarvan een heleboel verwacht wordt. Nou, hoe komt dat nou? Dat komt er dus op neer dat er gewoon een groeiende markt is. Echt een hele grote groeimarkt. Dus we zien robots nog niet zo heel veel binnenkomen, maar we zien allerlei voorbeelden. We zien de drones die een heleboel kunnen doen. We zien een heleboel gadgets. Maar we zien ook al wel hele nuttige, succesvolle apparaten. Zoals automatische voermachines die koeien gewoon exact de juiste hoeveelheid voer kunnen geven om een optimale melkproductie te laten creëren. De melkrobot. Binnen Defensie zien we een heleboel ontwikkelingen. Binnen de zorg is een heleboel onderzoek, is het nog wat verder weg. Dus daar zijn een heleboel interessante markten. En er zijn een aantal redenen waarom we verwachten dat die groei echt zal doorzetten. Aan de ene kant is het heel simpel de vraag. We zitten met de vergrijzing die eraan zit te komen, betekent dat we een gebrek aan arbeid gaan hebben. En dat moet ergens opgevangen gaan worden. Robots zijn een van de manieren om dat op te vangen. Niet de enige manier, maar wel een mogelijke kans daarvoor. Je ziet het hier. De vergrijzing die gaat toeslaan. En met name ook de groep 85-plussers. Daar is de verwachting dat er gewoon een hele hoge stijging zijn. En dat is een grote groep mensen die ook verzorging zal nodig hebben. Als je dat niet kan opvangen met mensen die erbij zitten, kun je daar dan ondersteuning aan bieden doordat je ze misschien uit bed kan krijgen met behulp van mechanische toepassingen. Maar daarnaast zijn er ook technologische ontwikkelingen die gewoon heel erg die daarin doorbreken. Als we kijken naar die industriële robotica, daar zijn een aantal eigenschappen. De nauwkeurigheid daarvan die is heel erg hoog, de betrouwbaarheid daarvan is heel erg hoog en de snelheid daarvan is heel erg hoog. Maar ze hebben altijd gestaan achter hekken. Dus ze waren heel erg gevaarlijk. Als je daarvoor in de buurt kwam, dan was de kans groot dat je met een gebroken arm, of misschien wel dat je daaraan doodging. Tegenwoordig, dat kon allemaal. Er waren hele grote investeringen. Maar dat was mogelijk omdat producten decennia lang gemaakt konden worden. Dus een lopende band die kon gewoon 10 jaar blijven staan. En die robot die kon hetzelfde kunstje blijven doen. Tegenwoordig is er steeds meer ontwikkeling dat minder kan. Dat producten maar 1 of 2 jaar hetzelfde kunnen blijven. En dat dan de productielijn omgesteld moet worden. Dat betekent dat je ook een ander type robots nodig hebt. Die industriële robots,
Die worden daardoor wat minder snel, die worden wat minder nauwkeurig, maar die worden wel veiliger om mee te werken. Die worden flexibeler om te programmeren. Die kunnen beter omgaan met andere omgevingen. Dus die zijn beter ingesteld op die kortere looptijden van producten. En daardoor krijg je dus een ander type robots. Hier zijn een paar van die robots weergegeven. En je ziet ook, ze hebben phishing systemen. Ze zien wat er om hem heen gebeurt. Een aantal hebben ook gewoon een monitor die een hoofd moet voorstellen. Om daar een wat vertrouwde indruk mee te maken. Ja, of dat werkt, laat ik aan u over. Je ziet ook links onderin dat er veel meer veiligheid in zit. Er kunnen objecten opgepakt worden zonder dat er gevaar is voor mensen die daarmee werken. Er komt zo meteen ook nog een hand die daartussen zit. Dus deze zijn echt bedoeld als collega's van mensen die werken. En bovendien is de prijs ervan een stuk lager. Zo'n Baxter-robot die links bovenin staat, die kost nog maar $25.000. Dat is gelijkgesteld, daar hebben ze naar gestreefd, om dat net zo duur te maken als het minimum, of als het loon van een minimum werken, het jaarloon van een minimumloon werken. Dat betekent dat je de afweging moet gaan maken van, kan zo'n robot, die weliswaar wel langzamer is, wat minder flexibel dan een mens, maar die wel 7 dagen per week, 24 uur per dag door kan werken, weegt dat op tegen die man die ik hiervoor in dienst had, en die weliswaar zijn dingetje beter kan doen, wellicht, maar die wel gewoon 16 uur per dag thuis moet zijn, omdat hij weer moet bijkomen. Nou, dan krijg je dus wel dat soort vraagstukken. Wat levert het uiteindelijk op? Nou, het mooie is dat die nieuwe karakteristieken voor die industriële robotica, die zijn eigenlijk ook van toepassing in een heleboel andere velden. Dus die industriële robotica is op dit moment verreweg de grootste markt. Er gaat een heleboel geld erom. En op het moment dat die veilig moeten zijn voor mensen, dat moeten robots in de zorg ook. Op het moment dat ze met een flexibele omgeving moeten kunnen omgaan, dat moeten robots die bij jou thuis in de schoonmaak komen doen, komen stofzuigen, moeten er ook mee kunnen omgaan. En zo krijg je dus dat die karakteristieken steeds meer naar elkaar toe gaan. En in plaats van dat elk applicatiegebied zijn eigen ontwikkelingen doet, betekent dat een gripper die voor een industriële robot wordt ontwikkeld ook vaak toepasbaar is voor een rolstoel waar een arm op zit. En daardoor ontstaat een bepaalde synergie en gaat alles in een versnelling terechtkomen. Althans, dat is de verwachting. Even een voorbeeldje van zo'n gripper, van een arm op een rolstoel, om even een idee te geven van waar het op zit. Dit is van Volcom Meditech trouwens. Is een arm die op een rolstoel zit van iemand, of dit een acteur is of echt een patiënt, weet ik niet. Maar van iemand die dan heel weinig bewegingsvrijheid heeft. En die kan zo'n arm gebruiken om de make-up te doen, om post te pakken, om koffie te maken, om de dagelijkse dingen te doen, als het ware. Nou. Dit soort technologieën lijken al heel erg op wat in zo'n industriële robot terechtkomt. Nou, en als je ziet dat er de hoeveelheid onderzoek en het geld wat daarin omgaat, als dat op een gegeven moment een crossover kan maken naar andere sectoren, dan kun je daar een hele mooie versnelling in krijgen, waardoor dit soort applicaties opeens veel beter betaalbaar worden en veel volwassener worden. Wat zijn dan de voordelen die je daaruit kan halen? Die ontwikkelingen die vallen dus samen. Je gaat van die extrinsieke veiligheid, dus de hekken waar je omheen zit, de robot waar je niet bij in de buurt kan komen, ga je naar een soort intrinsieke veiligheid. Die robots die kunnen omgaan met mensen. De kostprijs die daalt, wat ik al zei, het wordt echt betaalbaar nu om van die robots te kopen. Dus ook voor MKB'ers wordt er nu heel erg een afweging van, kunnen we er wat mee? Kunnen we dat terugverdienen? Die commerciële successen ontstaan, dat leidt weer tot nieuwe start-ups, dat leidt weer tot nieuwe investeerders. En zo ontstaat eigenlijk een zelfverrijkende cyclus die je krijgt. Dus een zelfversterkende beweging. Nou, om even een voorbeeld te geven van wat er nu al mogelijk is. Even een filmpje van Boston Dynamics van de Big Talk. Een aantal van u het is een bekend filmpje, een aantal van u heeft hem misschien al gezien. Maar hoe snel die ontwikkelingen kunnen gaan.
Nou, even een voorbeeld. En dit zijn dingen die een paar jaar geleden echt nog onvoorstelbaar waren. Dat je zo'n robot een trap kan geven en dat die vanuit de krachten die erop worden uitgeoefend kan reageren en zichzelf kan opvangen. Nou, dit is een apparaat wat overigens wordt gebruikt. Oftewel, het idee is erbij dat hij lasten kan dragen door moeilijke terreinen. En voor defensie zou kunnen worden ingezet, eventueel ooit. Maar gewoon om te zien wat hier mogelijk is, ja, dat zijn hele inspirerende dingen. En dat belooft ook heel veel voor de toekomst. Nou, naast die ontwikkelingen binnen de robotica zijn er een aantal andere ontwikkelingen die daar ondersteunend zijn. Dus het zijn zaken die voor de meesten van u een stuk bekender zullen zijn. Het Internet of Things, Smart Industry, Big Data. Ja, als je kijkt naar het Internet of Things, dat kan heel erg waardevol zijn voor robots in de toekomst. Op dit moment, de meeste informatie die de robots tot zich krijgen, komt vanuit de sensoren die ze hebben. Dus op het moment dat je een robot ergens neerzet, heeft hij nu vaak een vision systeem of andere systemen waarmee hij de omgeving op zich kan nemen. Hij kan wellicht een 3D-model van de wereld om hem heen maken. Maar op het moment dat alles binnen een bepaalde fabriek, binnen een huis of misschien wel binnen een bepaalde regio met elkaar verbonden is, dan zou je die informatie ook kunnen ophalen vanuit die externe bronnen. Dus of dat in de cloud staat, of dat rechtstreeks wordt gecommuniceerd. Maar dat betekent dat je een veel beter beeld kan creëren van wat er allemaal om je heen gebeurt. Stel dat je dan vraagt om pakket A af te halen of misschien een biertje uit de koelkast te pakken en daar zit een chip in, dan wordt dat allemaal veel beter mogelijk. Want niet alleen kun je de locatie daarin doorgeven, je kan wellicht ook karakteristieken vanuit zo'n object meegeven. Smart Industry is een andere ontwikkeling die nu heel erg gaande is, waar heel veel over geschreven wordt. Het is altijd even de vraag natuurlijk in hoeverre dit echt nieuwe ontwikkelingen zijn of dat er een etiketje op is geplakt. Maar hier wordt ook heel veel natuurlijk over gepraat. Voor degenen die het niet kennen, het wordt omschreven als de vierde industriële revolutie, waarin we nu van de massale automatisering veel meer naar flexibele productielijnen toe gaan. Dus inderdaad dat je binnen een dag een nieuwe productielijn zou kunnen opzetten bijvoorbeeld. Dat je ervoor zorgt dat de kwaliteit steeds optimaal is. Dat er geen foute productiemodellen meer uitkomen. En robotica is daar slechts een onderdeel van. Het gaat ook van heel groot deel over ICT. Maar het is wel heel belangrijk dat er flexibele robots van gaan die om kunnen gaan met die data. Nou ja, en ook daar zien we weer dat die smart industry, daar komt een heleboel aandacht voor. En daar ontstaan alle initiatieven om die robots daar geschikt voor te maken. Dus ook op die wijze wordt daar weer een boost aangegeven. Nou, en tenslotte big data. Ook voor de meesten van u waarschijnlijk een hele bekende term. Maar op het moment dat steeds meer data te vinden is in de cloud, en die wordt ook analyseerbaar, betekent dat er steeds meer mogelijkheden zijn om die data binnen robots toe te passen en om daar op te reageren. Dus hetzelfde als bij het Internet of Things. Je hoeft niet meer alleen maar de data uit je sensoren te halen. Dus dit is nog niet iets wat voor de komende 2 of 3 jaar toepasbaar zal zijn. Maar dat is wel een verwachting dat als daar zoveel data beschikbaar is die analyseerbaar is, dat dat heel erg bruikbaar zou kunnen zijn. Nou, wat is die rol van data dan? Robots zijn afhankelijk van data om beslissingen te nemen. Of er nou uit hun eigen sensoren komt of uit de cloud of uit de buitenwereld. Die hoeveelheid data die groeit exponentieel. Dat weet u allemaal. En die mogelijkheden voor die analyse ervan eveneens. Maar data heeft ook nog een andere rol die heel erg belangrijk kan zijn. Data is ook een resultaat van robots, een output als het ware. Google heeft onlangs 8 robotica bedrijven opgekocht. Nou ja, daar was enige verbazing over. Wat moet Google nou met die robotica bedrijven als softwarebedrijf? Een van de mogelijke redenen daarvoor kan zijn dat zij het zien als een mogelijkheid om nog meer data te genereren over de levensstijl van mensen. Op het moment dat je allerlei robots in je huis hebt, dan, of laat het alleen de stofzuigerrobots zijn, en die kan een analyse maken van wanneer je thuis bent, wat je doet wanneer je thuis bent, hoe dat in zijn werk gaat, dat betekent dat je een heel machtig middel hebt om om bijvoorbeeld advertenties af te stemmen op iemand zijn persoonlijke levensstijl. Meer nog dan als je alleen zijn internetvoorkeuren kent. Nou ja, dat zou wel eens een toekomstig bedrijfsmodel kunnen zijn waarom bedrijven gaan investeren in robotica. Dus helemaal niet het verkopen van robots,
Maar de robots zijn eigenlijk een middel om data te genereren. Nou ja, dat zou zomaar eens het bedrijfsmodel kunnen zijn waarop robotica uiteindelijk gaat doorbreken. Althans binnen bepaalde sectoren. Binnen de domestic services, dus de robots die binnen je huis komen bijvoorbeeld. Ja. En Facebook die heeft natuurlijk die stap al een beetje genomen door WhatsApp over te komen. Niet omdat ze denken dat ze daar direct heel veel geld mee kunnen verdienen, maar omdat die data heel erg belangrijk voor ze zal zijn of is. Nou ja, wat voor data kunnen robots nog meer tot zich nemen? Het is een hele grote markt in de inspectierobotica. Dus het inspecteren van dijken, bruggen, gasleidingen, schepen. Noem maar op waar inspectie nodig is. Dan zouden robots een rol kunnen spelen, omdat ze het 24/7 kunnen doen. En omdat ze niet in gevaarlijke omstandigheden terechtkomen. Of althans, dat het niet uitmaakt dat ze in gevaarlijke omstandigheden terechtkomen. Daar zou je een heleboel data van kunnen verzamelen. En op basis van die data kun je dan de zwakke plekken en de risico's analyseren. Binnen de agrarische sector zijn er al initiatieven gegaan om te kijken van kunnen we drones inzetten om continu te zien waar liggen nou de plekken waar gesproeid moet worden. Wat zijn de ideale hoeveelheden voer die we moeten geven aan ons vee? Dat soort zaken, daar kan dan een heleboel data verzameld worden en die kan gebruikt worden om tot optimale resultaten te komen. Nou, de huisrobot hebben we het net al over gehad. En de zorgrobot, ja, dat kan best gebruikt worden op het moment dat je een elektronisch patiëntendossier hebt, of hoe het tegenwoordig ook gaat heten. Dat een robot die jou in de gaten houdt, of die jou van bed aftilt, of die jou wellicht op de wc zou kunnen zetten, daar de data van door kan sturen naar je arts. En dat je daardoor een beter idee hebt van, zijn er problemen, zijn er gezondheidsrisico's? Moet er iemand meer in beweging komen? Moet iemand de dokter juist gaan bezoeken? Over die mogelijke toekomstige toepassingen. Even een aantal voorbeelden. De huisbutler heb ik het al enigszins over gehad, maar kom ik even op terug. De robotdokter. En daarnaast zijn er dus nog een heleboel andere mogelijke toepassingen waarin robots in de realiteit kunnen gaan worden. Maar even een aantal. De huisbutler, dat is in principe een evolutie op wat we nu hebben. We kunnen nu met de grasmaaier, de robotstuifzuiger, een wekker eventueel, die bestaan. Maar er zijn een heleboel initiatieven gaande om daar meer mee te doen. Zo'n apparaat dat echt bij je thuis rondrijdt, zal heel moeilijk worden. Dus onlangs een bedrijf, Roos BV, die was hiermee bezig. Die wou binnen 2 tot 3 jaar op de markt krijgen. Daar is onlangs bericht van gekomen dat dat niet gaat lukken. Dat ze ook niet voldoende investeerders konden vinden. Dat ze de stekker eruit hebben getrokken. Is wel een teken dat het nog wel echt een eindje weg is. Maar op het moment dat het zou kunnen, dan zit je dus met de vraag, ben je bereid om zo'n apparaat in huis te hebben als het al je data doorgeeft aan commerciële bedrijven? Nou, en dat is een vraag waar ik wel benieuwd naar ben. We zitten hier met een vrij kritische groep mensen wat dat betreft, de informatiebeveiligers. Op het moment, we hebben natuurlijk diezelfde ontwikkeling doorgemaakt met de telefoon. Een heleboel data die jullie allemaal gebruiken wordt opgeslagen. De meeste mensen die klikken eigenlijk zonder daarover na te denken op I accept the terms and conditions of this. En gebruiken het dan en de data die wordt daarvoor gebruikt. Ben ik wel benieuwd, bij deze groep mensen, stel dat zoiets mogelijk zou worden, dat zo'n apparaat in huis zou zitten, tegen een redelijke prijs, maar al die data over je levenswijze, wat aan een commercieel bedrijf als Google of wat dan ook, doorgeven. Wie zou dan van u zeggen van, dat wil ik wel? Een apparaat wat dagelijks de klussen in je huis gewoon kan doen. Wat nuttig is. Dat is een enkeling. En wie zou dat niet doen? Oké. Okay. Kijk, de actieve mensen. Nou, maar dat is één aspect. Dat je natuurlijk en lui, niet alleen lichaam, dus lui ook geestelijk steeds lui. Ja, inderdaad. Op het moment dat een. Dat is natuurlijk een heel groot bezwaar. Meer een aanklacht. Afgezien van het feit dat je, als je zelf dweilt, dan blijf je daar een beetje fit bij. Maar je wordt ook geestelijk steeds luier, doordat al die data ertoe leidt dat ik steeds meer een soort van maatwerkwereld om mij heen geprojecteerd krijg op basis van de algoritmes van Google. Ik vind dat wel een soort van
Nou, fundamenteel bezwaar of het een ethisch bezwaar is, weet ik niet. Maar ik vind het niks. Ja. Discussie die we net ook gehad hebben. Om het even in een ander perspectief te zetten. Je ziet er nu al bij de rol, bij de... hoe noemen ze die? De rolliften, zeg maar. De trapliften. De autolift. Ja. Mensen die wat ouder zijn, die een lift hebben, die ze automatisch de trap opvoert. Vaak heel erg makkelijk. Maar de mensen die missen wel de nodige beweging die ze moeten hebben. En dat is toch een afweging die je dan moet maken van gemak ten opzichte van wat op lange termijn goed voor je is. Nou, we zitten hier met een kritische groep mensen. Maar ik verwacht dat een hele grote deel van de bevolking zal zeggen... maar mijn niks uit die informatie. Ik zeg wel dat het me uitmaakt, maar uiteindelijk vind ik het toch zo makkelijk dat ik er gebruik van ga maken. Nou ja, dat is misschien dan gelijk wel een teken voor mensen die zich bezighouden met informatiebeveiliging. Hoe kunnen we dit doen? Zo leuk vinden. Nou, wat ik wou zeggen is dat. Dat het heel anders is om te zeggen dat ik er erg tegen ben. Ik ben niet van de techniek. Dat wat leuke ding in huis is. Ja. Het niet te graag gebruiken. Dat klopt. Misschien is dat een leuke vervolgvraag hier. Wie heeft op zijn mobiel al die applicaties die data verzamelen echt goed uitgezet? Ja, als we achter u kijken, dan gaan er niet heel veel handen omhoog. Ja. Nou, dat is een beetje de discussie tussen gemak en luiheid. Als we kijken naar... Dan ga ik eerst even naar deze. De operatierobot. Dit is de Da Vinci, waar ik al eerder over meldde. Nou ja, is er gewoon even een voorbeeld van een robot die operatie kan verrichten. Een chirurg die bestuurt hem volledig... En er zijn ontwikkelingen om te kijken van wat kan je nog meer bereiken door technologische ontwikkelingen. Nou ja, er bestaat een computer, een aantal van u zullen hem kennen, de IBM Watson. En nou ja, dat is een supercomputer waarmee ze een heleboel dingen aan het doen zijn. Om even een voorbeeld ervan te geven, een kort filmpje van de Watson die Jeopardy wint. Voor degenen die het niet kennen, Jeopardy is een Amerikaanse spelshow waarbij vaak cryptische omschrijvingen worden gegeven van... een persoon of een object of een stad, en waarin geantwoord moet worden met een vraag. Het gaat hier over de categorie chicks dick me. Nou, en dat is slaat op vrouwelijke archeologen. En nou, dat in zichzelf is natuurlijk wel lastig. En IBM Watson doet hier dan mee tegen de twee kampioenen om te kijken van hoe goed begrijpt hij de taal nou en kan hij het goede antwoord vinden. En die heeft eigenlijk de grootste gedeelte van de Wikipedia database heeft hij geanalyseerd in zich. Gave him his signature song, Thank Heaven for Little Girls. Watson. Who is Maurice Chevalier? Correct. Same category, 400. The parents of this 52nd governor of New York immigrated to the United States from Salerno, Italy. Watson. Who is Mario Cuomo? Correct. Let's finish MC5. Die vragen begrijpt, omzet en daar ook het goede antwoord op kan vinden. En dat bovendien ook nog in een goede wijze kan formuleren. Leuk, maar ze zijn er verder mee gegaan. En Watson die heeft dus een oncologie-examen gehaald. Dus die kan kanker diagnosticeren. En bij bepaalde typen van kanker kan hij dat beter, een betere diagnose uitvoeren dan doktoren, structureel. Dus het gaat dan echt om een percentage dat doktoren op 50% juistheid zitten en Watson op 90%. Echt significante verschillen. Daarbij komt dan ook al dat er een behandelplan wordt voorgeschreven. Nou, dan moet je je voorstellen, Watson die heeft dus toegang tot alle medische databases. Ik geloof uit mijn hoofd tot 1,2 miljoen pagina's die daarover geschreven zijn. En over alle nieuwe informatie die telkens wordt ingevoerd. Moet een menselijke dokter dat bijhouden, dan is dat wel eens berekend. Dan moet diegene 160 uur per week lezen. Alleen maar om dat continu op te nemen. Laat staan, onthouden, laat staan, toepassen. Dus dat is onmogelijk. Een robot of een software systeem zou dat natuurlijk kunnen. Nou, stel dat hij op basis daarvan ook al een behandelplan kan opgeven. Dat is op zich niet zo'n hele gekke gedachte. Een arts die blijft daarvoor verantwoordelijk, maar Watson die geeft aan van dit is in mijn ogen de beste behandelmethode. Een stapje verder zou kunnen zijn, als er een operatie nodig is, dat hij zegt van ik verwacht dat deze operatie de beste operatie is en je kan het beste hier de incisie maken en die kant op gaan. Ja, stel dat dat mogelijk is, en dan gaan we natuurlijk wel steeds verder, dan
komt op een gegeven moment de fase dat je zegt van, als hij dat zo goed allemaal kan voorspellen, zou je dan niet een softwareprogramma kunnen installeren dat zo'n Da Vinci-robot kan besturen? En die automatisch zegt van, dit is de beste, de meest veilige wijze om een operatie uit te voeren. Nou, klinkt natuurlijk als heel ver, maar het zijn allemaal stappen die in principe niet onmogelijk zijn. En dan de volgende vraag. Stel dat dit op een gegeven moment mogelijk zou zijn en dat zo'n operatierobot structureel iets beter zou kunnen functioneren dan een gemiddelde chirurg bij een operatie. Niet een heel groot verschil, maar wel iets beter. Wie van u zou dan zeggen, ik wil die operatie door die robot hebben? En wie van u zou zeggen, ik wil toch de menselijke arts? Toch een heel klein gedeelte. Ja. Nou, vind ik wel verrassend. Ik had verwacht dat meer mensen zouden zeggen. Vraag? Komt de microfoon aan, geloof ik. Ja. Nou, kijk eens. Wat ik mij dan altijd afvraag bij die expertsystemen. Je voedt ze met alle ervaring die alle artsen in de loop der eeuwen zeg maar, opgedaan hebben. Hè? Want dat is het idee van zo'n robot die kan veel meer kennis tegelijk. Ja. Verwerven dan een arts dat kan. Maar als we steeds meer de robots laten doen, wie voedt dan nog op de duur die expertbase? Moet die robot dat doen? Mag een robot fouten maken? Als een arts fouten maakt, leren we ervan met z'n allen. Ja. Het is niet leuk, het is vervelend, maar zeggen we, oké, gebeurt. Maar dan heb je weer voeding voor je expertbase. Maar hoe doe je dat met die robots? Wordt het niet op de duur iets wat steeds armer wordt, omdat je het niet kan voeden? Of moeten ze zelf ook weer hun informatie gaan verspreiden? Nou, dan moeten ze niet alles op dezelfde manier doen, want dan ontdek je nooit iets nieuws. Dat zijn interessante vragen. Waarom zou het anders werken bij een robot? Als hij een fout maakt, waarom zou dat niet gedocumenteerd kunnen worden en niet geleerd van kunnen worden? Veel beter werken met die robots. Die staan dus ook niet om fouten te maken en die komen ermee naar buiten. Dat gaat dus veel beter. Die zegt dus, het gewoon. Die komt er. Ik weet zeker dat de registratie van medische fouten door robotdoktoren veel en veel beter is dan die van echte doktoren. Ja, dat zal objectiever inderdaad gebeuren. De vraag is dan, leren ze er net zo van? Want ik denk dat de angst hier een beetje is van, een mens is creatiever, dus op het moment dat er een fout zal worden gemaakt, kan die makkelijker zeggen van, dit is een mogelijke oplossing of dit kunnen we ervan leren. Is dat een beetje... Oh. De antwoorden. Ik ben hier geen expert in hoe dat in de zorg werkt, maar wat mijn antwoord zou zijn, je ziet dat vanuit zo'n ontwikkelingen met bijvoorbeeld big data, dat een heleboel onverwachte zienswijzen voorkomen. Wat we met de voetbalrobots hebben gezien, om even een heel ander voorbeeld te pakken, is dat er op een gegeven moment onverwachte tactieken naar voren kwamen, vanuit die analyse. Dat er op een gegeven moment werd gezegd van als zo'n robotje kan het beste de bal vasthouden en naar achter rijden, omdat er dan niemand bij kan komen. Nou, dat bleek heel goed te werken, terwijl de mensen daar niet aan gedacht hadden. Dus in die zin ontstaan er ook creatieve, of althans nieuwe methodes. Ik ben het wel met u eens als u zegt van, vanuit de niks iets heel nieuws bedenken, ja, dat kunnen we nog niet. Er zijn wel steeds meer ontwikkelingen gaan dat er ook creativiteit zit. Ik ben onlangs bij de Robonet-conferentie geweest, en er was iemand van IBM die hield een toespraak. En die liet dus een aantal filmpjes zien van robots die eigen muziek hadden gemaakt. Nou, dat was nauwelijks te onderscheiden van klassieke muziek van Bach en andere componisten. Dus ik denk, als je het hebt over de documentatie van fouten en daarvan kunnen leren, dat dat wel mogelijk is. Of je dan ook nog tot nieuwe behandelmethodes kan komen, nou, dat is wel een discussiepunt waar je over moet nadenken. En dat kan ook echt wel iets zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Het is ook absoluut niet om te zeggen dat robots in de toekomst alles zullen kunnen overnemen. En bovendien hebben we het hier natuurlijk over de hele verre toekomst, misschien wel fictie. Alleen het zijn punten waar over nagedacht moet worden. Nou, ik denk dat het een terecht punt is dat u het benoemt. Zijn hier nog andere vragen over? Anders ga ik even verder. Noem ik even het laatste voorbeeld. Wat ik je eigenlijk wil zeggen, ik heb geprobeerd een aantal voorbeelden te geven waardoor u gewoon gaat nadenken van wat is allemaal mogelijk in de toekomst. Sommige dingen zijn misschien heel ver weg, sommige dingen kunnen misschien wel nooit. Sommige dingen zijn gewenst, andere zijn misschien niet gewenst. Maar het zijn wel ontwikkelingen waar nu onderzoek naar wordt gedaan. Van hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen. Zo'n operatierobot die zelf functioneert, is echt nog wel, zien we nog niet aankomen.
Maar er wordt wel gekeken naar endoscopie, naar een slang die in de keel gaat, die automatisch, of althans enigszins autonoom, de beste route zoekt. Nou, dat is al wel vrij concreet. Nou, zo zijn er een heleboel dingen waar echt wel onderzoek naar wordt gedaan. Dus robots die zijn nu al voor een heel groot deel binnen de samenleving. En dat blijft alleen maar doorgroeien. Vanuit het perspectief van een informatiemens gekeken, zou je kunnen zeggen dat een robot niets meer is dan een informatieverwerker met een extra mogelijkheid om te interacteren met zijn omgeving. Betekent dus dat informatie en data steeds belangrijker zal gaan worden. Op dit moment is het met name de input die heel erg belangrijk is. Op een gegeven moment zal het ook de output zijn die heel erg belangrijk zijn. Wij als robotica mensen, of althans de mensen waar ik veel mee werk, kijken nog niet echt van hoe kunnen we die informatieveiligheid zo sterk mogelijk maken. Dat zal misschien bij de drones al wel het geval zijn overigens. Dat laat ik aan de volgende spreker over. Maar bij de meeste robots wordt nu met name gekeken hoe kunnen we het werkend maken. En dat is eigenlijk wel heel zonde. Want dit is natuurlijk wel het moment om al na te denken van wat voor basis moeten we hebben om die informatiebeveiliging om die op orde te krijgen. Misschien dat wel de boodschap is die ik aan u allen kan meegeven. Om dat in ieder geval in gedachten mee te nemen. En om te kijken van hoe kunnen we hierop reageren. Hoe kunnen we hierop anticiperen. Nou, tot slot, even een quote van Amara. Is een, we tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run. Dat is iets wat we eigenlijk bij elke technologie zien. We denken dat er op korte termijn heel veel zal gebeuren. Vaak is dat niet zo. Die robots die zullen echt nog niet alle arbeid gaan overnemen. Wat wij met een hand kunnen, dat kan een robot nog bij lange na niet. Maar als je kijkt op de lange termijn, dan zien we dat er allemaal toepassingen komen waar wij nog nooit aan gedacht hebben. Nou, en die effecten, die zullen echt wel heel groot gaan worden. Met die boodschap wil ik graag afsluiten. Alex, dankjewel. Zijn er vragen voor Alex? We hebben nog een paar minuten. Ja, hij doet het. Heb jij enig beeld hoe het zit met wet en regelgeving rondom robots en robotica? Ik bedoel, het hele flauwe voorbeeld wat je natuurlijk zo kunt voorstellen. Die robotauto die heerlijk met mij slapend achterin een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Ja, nou, een idee. Wet en regelgeving loopt achter. Er wordt heel druk over nagedacht. Maar er zijn gewoon nog... daar is nog gewoon geen wetgeving voor, die is daar niet op voorbereid. Het is eigenlijk een bekende kwaal natuurlijk, dat wetgeving altijd een tijdje na de technologie naar voren komt. Op het moment dat zo'n chirurg met zijn operatierobot een fout maakt, ja, dan is de chirurg nog wel eindverantwoordelijk. Of dat ook zal zijn bij een chauffeur die inderdaad slaapt in de auto. Ja, ik kan me voorstellen dat je zegt van ongeacht dat die auto alles doet, ben jij wel verantwoordelijk. Maar volgens mij is op dit moment daar nog geen wet en regelgeving voor. En dat zal waarschijnlijk ook pas komen op het moment dat het echt doorvoering vindt. Tenminste, als we kijken naar ontwikkelingen in het verleden. Of tot het echt verkeerd gaat. Of tot het echt verkeerd gaat, ja. Overzichtelijk verhaal, dankjewel. Ik puzzel alleen een beetje met de vergelijking die je maakte straks tussen oud en nieuw. Daarin gaf je aan dat nauwkeurigheid en snelheid vroeger heel belangrijk waren en nu veel minder in de matrix. Ik zie wel allemaal toepassingen die je aangeeft waarbij nauwkeurigheid en snelheid wel heel belangrijk zijn. Klopt. Ik heb daar ook een hele grove verschijning gemaakt. Ik heb eigenlijk meer gekeken naar die collaborative robots die met mensen kunnen samenwerken. En daar is de snelheid wat beperkter, omdat hoe sneller je gaat, hoe gevaarlijker het wordt voor mensen eromheen. Maar er zijn inderdaad een heleboel toepassingen waarbij met name ook nauwkeurigheid, waar het echt gaat om, niet eens om millimeters, maar om nanometers, waarbij dat heel erg belangrijk is. Nou ja, als we het hebben over bedrijven als ASML en dergelijke, daar is nauwkeurigheid gewoon van het allergrootste belang. Dus heb je helemaal gelijk in, hebt u helemaal gelijk in, excuus. Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, die blijft heel erg belangrijk. En wordt steeds belangrijker, of althans het wordt steeds nauwkeuriger, het wordt steeds sneller, het wordt steeds betrouwbaarder. Maar daarnaast, en dat was eigenlijk wat ik wil aangeven, is er een ontwikkeling gaande dat een andere divisie robots komt als het ware, waarbij dat minder het geval is. Terwijl het vanuit traditioneel gezien, de industriële robot was standaard. Hoe sneller, hoe nauwkeuriger, hoe beter. En daar is een beetje een afsplitsing in, denk ik. Zijn er verder nog vragen? Oh, ja.
Ik was eigenlijk benieuwd, laat maar zeggen, hoe jij er tegenaan kijkt, hoe, laat maar zeggen, artificial intelligence daarin gaat meewerken, laat maar zeggen, om die robots uiteindelijk eigenlijk net zo slim en goed te krijgen als de mens mogelijk. En daar ook even die feedback loop in te krijgen. Hoe ver schat je dat we daarin zijn en wanneer dat eventueel realiteit gaat worden? Ja, lastige vraag. Om even te kijken, artificial intelligence, heeft u dan over bepaalde taken? Of echt dat een robot op een gegeven moment geen grens meer heeft, als het ware? Dat die kunstmatige intelligentie zichzelf zou kunnen versterken? Waardoor op een gegeven moment boven de mens uit qua intelligentie stijgt. Ja, daar zijn hele mooie grafieken van. Dat het exponentieel gaat en dat we op een gegeven moment denken van, god, wat een domme robotstofzuiger. En dat de dag daarna, dat je opeens volledig bent ingehaald omdat zo'n computersysteem of robot, maar zo'n systeem zichzelf continu verbetert en dat steeds sneller kan doen. Of dat realiteit wordt en of wanneer dat realiteit wordt, daar durf ik in ieder geval niks over te zeggen. Als ik kijk van waar we nu zijn, dan is daar echt nog niet heel veel reden om in de hele nabije toekomst bang over te zijn. We zijn nu nog heel erg aan het zoeken van hoe kunnen we, als ik even kijk in ieder geval naar de robotica wereld, hoe kunnen we